Goedemorgen. Maandagochtend, 7:45. En ik ben bezig met mijn nagels. Het blauwdoeken nu op en het bruinige zit er nog op van de vorige keer. En hier naast mij is een meisje heel druk bezig met de spulletjes, Esther. Ja. Ja, mooi hè? Om 11:00 stap ik met de meiden in de auto en gaan wij richting het land van Bartje, een landbouwpark. Waar we lekker een week vakantie gaan vieren. Ja, iets korter. We gaan zondag weer naar huis. Want maandag moeten ze naar school en ik werken. Marco is heel even naar de winkel. Mila ligt in bed. Ik heb nog even net bij haar gezeten. Maar die werd gisteravond wakker met heel erg oorpijn. Ik sliep ook al. Dus we zijn naar beneden gegaan. Ze heeft een paracetamol gekregen. En is toen even bij Marco gebleven. Want die was nog wakker. En toen is ze... Mam, doen? Doe maar erin. Op de bank. Zometeen doe ik het erin. Ja? Ze op de bank in slaap gevallen. Ja. Maar daardoor is ze natuurlijk lang wakker geweest wel. Dus ze is nu nog heel even aan het slapen. Ik ben mijn nagels aan het doen. Zometeen even ontbijten met de hond lopen. En de laatste dingen inpakken. En dan rond 11:00 vertrekken. Dan zijn we er rond 1:00. Ik doe ondertussen even een nieuw laagje erop. En dan hoop ik dat we het zwembad in kunnen. Volgens mij kan dat. Maar ik heb het gevoel dat ik dat altijd ergens zie staan. En dat zie ik nu niet. Nou ja, dan is het niet zo. Gaan we spelen. Kunnen we om 4:00 het huisje in. Werk met zo'n telefoonsleutel. Dus dat is ook altijd gewoon precies 4:00. En dan gaan wij lekker genieten. Op woensdag komen mijn vader en mijn zusje langs een dagje. Superleuk. Mocht Marco zich goed genoeg voelen, dan komt hij misschien vrijdag of zaterdag nog tot we gaan. Maar dat is echt onder voorbehoud. Het gaat gewoon helemaal niet goed. Hij heeft woensdag ook en donderdag afspraken. Bedrijfsarts, psycholoog. Dus eerder gaat hij sowieso niet komen. Maar we moeten even kijken, want hij kan alleen maar grotendeels in het huisje zitten. Dus hij zei, ja, wat heb je eraan? Ja, voor ons meer dat hij er dan is. Maar ik snap ook dat hij liever thuis is. Ja. Hele mooie blauwe. Kijk dan. Ja, kijk. Mooi, hè? Het is overigens van Doe Nails de kleur Midnight. Superleuk. Ik heb ook Galaxy. Maar die is wat, ik weet niet, feller of zo. Hij is echt heel donker glitterblauw. Ik hou echt van glitterkleuren. Dus die zit erop. Ik neem het Doe Nails ook mee voor als er een bruine nagel afgaat. Dan kan ik hem lekker bijwerken. Dus dat is het plan. Helemaal zin in. Heb je er zin in? Ja, en ik kan het heel goed maken. Ja, ik denk dat hij er niet in past. Volgens mij hoort hij daar niet. Uurtje met de hond gelopen. Het is nu bijna 10:00. Ik ga even lekker douchen. En dan denk ik de laatste dingen in de auto zetten. En rond 11:00 rijden we dan weg. Even langs de Albert Heijn. Want ik heb de meiden beloofd om een kaasstengel te halen. Daar had Mila heel veel zin in. Dus dat is het plan. De hele auto zit vol. Ik wil heel graag altijd achteruit kunnen kijken. Dus Marco zei, er kan echt niet zoveel meer bij. Maar ik wil eigenlijk nog 2 speelgoedbakken mee. Ik wilde de stapstenen mee, maar dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. En dan moet nog van die laders, laptop, tablets. Allemaal dat soort dingen moeten nog even mee. Dus we gaan zien hoe het past. Het is echt letterlijk 11:00. Precies. Wij rijden nog heel even langs de Albert Heijn voor een kaasstengel en ondertussen een pizzabroodje. Dat wil Mila heel graag. En ik denk dat ik nog even wat te drinken ook haal. Pakje of zo. Voor we in het huisje zijn. Ik zit alleen te denken dat ik die unicorn fles mee wilde nemen van Lauren. Dat heb ik niet gedaan. Ja, dit heb ik wel. En dan gaan we die kant op. Dan kunnen we ook ondertussen met water vullen. Ja. Dan zit je dus 2:00 in de auto. Valt ze 3 minuten voor. We zijn pas in slaap. Maar ik zei al tegen die meiden, het is wel even goed als ze even slaapt. Want anders van, heb ik geen idee hoe we dit gaan fixen. Dus wij zijn samen even de auto uit het park ontdekken. Ze zijn net al 1 keer teruggekomen. Maar ze moesten plassen. Dus ik zei, joh, ga dan even naar de wc. Want dat kan. Dus ik denk dat ze zo alweer terugkomen. Ze zijn even lekker op onderzoek uit.
Sarah slaapt over het algemeen maar een half uurtje als ze niet in haar bed ligt. Dus het komt vast goed. En dan kunnen we strakjes gaan zwemmen. Ik zie al de glijbaan namelijk vanuit mijn spiegel. Zo. Dus ik ben benieuwd hoe lang ze gaat slapen. Inderdaad, een half uurtje. Mijn deur. Hè? Doe mijn handje. Aandoen. Laat maar even staan. Tuurlijk. Yes, we zijn er. Kom maar, mop. Ja, dat hadden we al. Er ligt hier nog iets. Hier, Laura. Maar ik heb wel de... Wacht even, ik weet niet of je er blijft. Denk het wel. Ik weet ook niet of ik er blijf. Nou, tot nu toe wel. Ja. Blijf hier toch mee klooien, hè? Oké, Marco, ik denk dat ik je zo ophang. Yo. Oh, wacht, of niet? Ja, hij doet het, laat maar. Oh, ja. Doei. Loop maar. Nee. Ga maar. Als we ons nou keren, Mila. Dan kan papa met ons meekijken. Ja. Oh, mama. Lauren is al binnen. Oh, mijn god. Oh, het ruikt hier naar haard. Mila, kijk zo'n groot bad. Bad? Ja. Oh. Oh, wat een hele grappige indeling is dit. Wauw. Dat is mooi. Mila belt ondertussen bij Marco. Ga maar, Lauren. Mooi bed. Kijk, opgemaakte bedjes. De trappas. Dat is niks. Oh, het ruikt hier lekker. Keukentje. Oh, dat is echt heel klein. Heel klein keukentje. Maar wel schattig. Ik kom, schatje. En een toilet. Ja, loop maar goed mee. Heel goed. Ja, liefie. Je kan ook in sterren de kamer slapen. Ja, dat dacht ik al. Mag ik daar slapen? Nou, vind ik niet heel handig met de witte ruis. Kijk nou. Je kan ook nog tegen papa praten, hè? En Mila hier? Hé, voor wie is dit bed? Mij. Voor sterren. Oh, je hebt zelfs een deken. Het is Ster. Mam, ik heb alles gefilmd. Heb je alles gefilmd? Nou, Marco, dat was de rondleiding. Dankjewel. Nou, het huisje is ongeveer ingepakt. We hadden dit al heel lang op zolder staan voor ze. Dus die hebben ze vanmorgen gegeven. Die zijn mee. En wat magnetenspeelgoed. En hier zijn ze al lekker aan het knutselen. Kleuren. Ja, jij aan het kleien. Ik heb deze tekening gemaakt. Waar zijn de stiften of potloden? Er zit vast niet mee. Jawel. Huh? Ja, ik weet zeker dat we stiften hebben gekocht. Hebben jullie stiften gekocht? Ja, jij en ik. Oh ja. Even kijken. Kijk, ik dacht al. Ik mis van alles. Hier, kijk eens. Ik heb maar een toverstaf. Hier. Ja, nee, maar die gaan we nog bewaren. Ja, laten we. Even kijken. En die? Eigenlijk wel. Nee, ik bedoel... En dit? Ik zeg deze maar... Deze sterren. Ik zeg... Mama. Kijk eens. Ik zeg... Oh, eigenlijk wel eens. Die hebben zeg ik net tegen Laurie wel. Ik zeg maar... Unicorns is ook echt. Deze had ze voor jou. Oh mijn god.
Leuk! Maar jullie kunnen samen doen, want er zitten allemaal verschillende in. Zo, hier heb ik allemaal extra eten en knutselspul. Ja, hier nog allemaal snoepjes, maar die gaan even iets hoger. Want anders part sterren de hele tijd. Nou, de meiden krijgen een pastijntje. En zelf heb ik van die pistolet, van die schnitzelbroodjes in de oven gedaan. Even snel makkelijk eten. Het valt mee hoor. 5 voor 5, maar we hebben niet echt geluncht. We hebben om 11 uur zijn we dus vertrokken en hebben een broodje gehaald. En we hebben onderweg 1 zakje chips op en meer hebben we niet gegeten. Dus ondertussen hebben we wel trek. Het zwemmen was heel leuk, maar heel erg koud. En binnenspeeltuin was ook heel leuk, maar afgeladen druk. Want iedereen zat zijn tijd uit te zitten tot hij zijn huisje in kon. Dus nu even wat drinken, wat eten en dan denk ik een rustige avond. Want ze zijn kapot. Met de groene bal. Nee, dat zou zonde zijn. Moet je in het warm worden. Oh, nou dat is hier meteen. Zo. Oh ja. Haal je bruid van de water. Na het bad nog even lekker een rondje. Het is nu 7 uur. We gaan nog eens even lopen. Dat is altijd leuk, want op de camera, kijk, lijkt het minder donker dan het is. Oké, nu niet meer. Nu is het wel pikdonker. Zie je dat? We gaan eens even kijken. Er zijn hier paardjes. Ik denk dat we ze niet kunnen zien, maar we willen toch een rondje, hè, meiden? Ja. Ja, appa, rondje. Ja, we kunnen het niet zo goed zien, hè? Appa, een rondje, mama. Ja. Je moet wachten, want de sterren moet nog even opleven. Waarom? Want John en Zijboek. Ja, we moeten inderdaad nog een verhaal lezen. En Mila en mama moeten nog samen lezen. Ja. Nou. Ja, dan kan je zeker nog even kleuren. Nee, we gaan niet meer op bed kroelen. We gaan een boekje lezen, tanden poetsen en lekker naar bed. Zo, Ster. Kriebeltje? Nou. Echt? Nou, we hebben ook al drukke plannen voor morgen gemaakt. Het zwembad was wel echt koud, hè, meiden? Toch? Eigenlijk denk ik niet zo goed over na. Want ik wil eigenlijk toch een hard broodje, toch? Doen we dat morgenochtend? Oké. En ik heb ook boterhammetjes gewoon. Komt goed. Als je dan komt als lijkt wel of ze een discolamp hebben daarbinnen. Wie? Hier. Ziet er wel gezellig uit in mooie huizen. Om dezelfde reden als jij. Toch? Nee, schat. Dat mag niet. Je mag hier alleen op vakantie. Oh, kijk hoe leuk. Ja. Kijk hoe leuk. Maar dit zijn echt familieboerderijen. Is het ook druk? Ik denk dat ze echt het feestje vieren hier. Leuk, hè? Nou, en als we morgen heel vroeg wakker zijn, dan gaan we eerst naar een grote supermarkt. Ja, om weg kippenpootjes te kopen. Ja. Jana, Jana, Jana. Kijken. Alles roze, was dat gisteren? Ja. Nee, gisteren was 1 of 2. Oh ja. Ja, maar alles roze hebben we ook gedaan. Ja, precies. Gisteren. Oké, dan zijn we nu bij... Oh, ik weet het al. De
Stoute broertjes. Stoute broertjes. Even kijken. Oh mijn. Ja. Oh nee. Wat is er? Mila mocht van papa een foto maken bij het zwembad. Een filmpje in het huisje? Bedoel je? Waar we papa gevideobeeld? Je hebt een foto van het zwembad dan? Heb ik. Ja? Ja? Let maar niet op de zooi, zegt buurman Floris met een knipoog. We houden niet zo van netjes. Hij duwt een grote tas boodschappen aan de kant in de hal, zodat ze binnen kunnen komen. Verhaaltje gelezen. En nu gaat Sterre lekker naar... bed. Ja. Dus bij deze gaan we ook lekker de vlog afsluiten. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot... Morgen. Doei doei. Bij de nieuwe Bolle Vlog.